Rattlesnakes op Radio Noord. Ik heb mijn wagen volgeladen en mijn tank weer volgedaan, Wiebe. Ja, zo is het maar net. Althans, dat geldt voor een aantal trucks dat zich hier in Kolham verzamelt. Leerlingen van de Noorderpoort dat de opleiding chauffeur wegvervoer volgt. En die natuurlijk een rijbewijs al hebben, maar die opleiding afronden vandaag en het diploma in ontvangst nemen. Dat is een mooie traditie inmiddels. Verzamelen in Kolham, dat gaat natuurlijk in kolonnen. En een van de, mag wel zeggen, bijzondere mensen die deelneemt aan deze diploma-uitreiking is Bianca Zuidema. Bianca? Ja. Goeiedag. Jij komt uit? Groningen. Uit Groningen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Waarom wil jij zeg maar chauffeur worden? Ik ben hier vanaf jongs af aan al heel vaak met mijn vader mee geweest. En dat is wat mij toen heel erg trok. En toen dacht ik, ja, dat wil ik zelf ook doen. Dus toen ben ik aan de opleiding maar begonnen. Je mag aan een vrouw en een dame niet vragen hoe oud ze is, maar doet lekker toch? 19. Je weet het heel zeker? Ja. Want wat is jou dan bijgebleven als je met jouw vader in de vrachtwagen zat? Wat vond je er zo mooi aan? Het rijden en de vrijheid op zich. Mooi altijd onderweg zijn. En jouw vader, ja, die is vrachtwagenchauffeur, maar hij is niet de enige in de familie, hè? Nee, mijn broer ook nog en ik. Ja, en het bijzondere is, jullie zijn een drieling. Ja. Jouw tweelingbroer die is ook in opleiding. Ja, klopt. Die is ook met de opleiding bezig. We zijn er samen aan begonnen toen die tijd. Even naar vader Jacob Zuidema toe. Hoe is dat? Als je dochter ook achter het stuur kroopt. Ja, hartstikke trots. Ik ben hartstikke trots op haar. Dat ze het geflikt heeft. Ja, wat is dat voor vrachtfunctie? Wat is dat vaak? Wat is toen die dochter verteld? In lust van die poortjes dat ze notie zit. Ze is vaak genoeg mee geweest, dus ze weet hoe het gaat onderweg. En ik vertel altijd de verhaal in het weekend. En dan, dat heeft haar enorm aangetrokken, dus ze is er niet van teruggedeinst. En hoe lang riest u al? Ik rie al 20 jaar. En nog altijd met plezier? Elke dag. Okay, nou. Elke dag met plezier. Nou Bianca, tot slot, de laatste woorden zijn natuurlijk voor jou. Diploma straks in ontvangst. Je zat net al even achter het stuur van een auto die je even mee mocht hebben natuurlijk. Wanneer ga je voor het echt zelf de weg op? Dat doet zo. Dat doe ik al. Dat doe je natuurlijk feitelijk al. Maar wanneer ga je echt los, zeg maar? Gewoon morgen weer. Morgen gaan we gewoon weer verder. En weet je waar je naartoe rijdt morgen? Nee, nog geen idee. Nou, in ieder geval behouden vaart. Super, dankjewel. Bianca Zuidema, een van de leerlingen hier van Noorderpoort, dat in Kolham zijn diploma chauffeur wegvervoer niveau 2 in ontvangst neemt. En het grote werk gaat niet alleen voor Bianca, maar ook voor al die andere studenten hier officieel van start. Ik heb nog één vraag gemist, Wiebe. En dat is? De toeter. Heb je hem niet gehoord net? Nee. Bianca, kun je de toeter nog even laten horen? Karel is gek van toeters. Oh, mooi.